Steven, als je nu eens om je heen kijkt, allemaal internationale media die van jou komen. Toch wel bijzonder, hè? Ja, het is wat drukker dan andere rustdagen inderdaad. Maar goed, het hoort erbij en is nou, denk ik ook een goed teken dat ze er allemaal zijn. En dat betekent dat je belangrijk bent in de wedstrijd. Wat doet dat met je? Want het kan een bepaalde druk op je leggen, maar het kan ook positieve energie geven. Ja, ik kan zeker als druk ervaren, maar ik geniet er nog van. En ik vind het eigenlijk een mooie waardering die je krijgt voor de prestaties die je levert. Dus voor mij is het zeker geen extra druk. Ja, als we het Zetta Delle Spoor van vandaag lezen, dan word je vergeleken met Johan Cruijff. Dan wordt een verband gelegd met Vincent van Gogh en dan de naam Steven Kruiswijk. Ja, dat gaat misschien een beetje ver, maar ik hoop wel dat ik in dat rijtje kan komen. Maar dat zullen we zien volgende week. Als je om een rustdag heb je ook de tijd om eens heel even rustig dat klassement door te bladeren. Om eens heel even rustig naar voren te kijken en alles te analyseren. Je staat er echt goed voor, hè? Ja, ik mag zeker niet klagen met de voorsprong, denk ik, op de jongens achter mij. Dat geeft wel een goed gevoel, maar... Ik denk dat het belangrijk is dat dat je afgelopen weekend de afgelopen etappes gewoon zo'n slag maakt. En dat geeft gewoon vertrouwen dat je gewoon de jongens weer op gaat kunnen volgen. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel voorsprong je hebt. Ja, dan zou je bijna gaan denken dat het enige gevaar schuilt in een vroege ontsnapping. Waar mensen van het tweede, derde kaliber naar voren gaan. Dat lijkt eigenlijk het grootste gevaar. Nou, je moet gewoon elke dag moeten scherp zijn en bekijken wat de situatie in de wedstrijd is en de juiste beslissing nemen. En denk vooral niet in paniek gaan raken en gewoon doen zoals we de afgelopen twee weken hebben gedaan. Ja, wat dat betreft, de Dolomieten hebben jou alleen maar een boost van zelfvertrouwen gegeven. Ja, ik denk dat ik nu niet hoef te klagen over zelfvertrouwen. Als je gisteren ook in een tijdrit zo... nog zo kort eindigt, dan zegt het wel genoeg eigenlijk. Is dit waar je altijd van gedroomd hebt? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dit is wel waar je van droomt en alleen maar van kunt hopen. En nu gebeurt het en hopelijk kan ik het tot een mooi einde brengen.